Salafisme betekent letterlijk dat het een beweging is binnen de islam die terug wil naar de tijd van de profeet Mohammed en de eerste drie generaties na de profeet Mohammed. Salaf betekent letterlijk de voorvaderen. En daarmee wordt de generatie van de profeet Mohammed en de daarop drie volgende generaties moslims bedoeld. En contemporaine moslims hebben het idee, je zou kunnen zeggen het waanidee, dat in die tijd de ideale islam op aarde bestond. En zij willen terug naar die ideale islam. Natuurlijk de islam van de profeet Mohammed zelf, want wie weet meer van de islam dan de profeet Mohammed. En zijn directe opvolgers, de drie generaties daarna, die ook wel worden gezien als rechtgeleide kalifen en de opvolgers van de rechtgeleide kalifen. En die beleefden de islam op een hele pure manier. Nou, dat idee dat heeft postgevat over de hele wereld. Je zou kunnen zeggen dat juist de moderne middelen zoals internet en Skype en noem al dat soort zaken, de sociale media, noem al dat soort zaken maar op, dat heeft bijgedragen aan, aan de verspreiding van dat idee van het salafisme. En het is natuurlijk in Saoedi-Arabië begonnen en men wil nu overal op de wereld dat salafisme vestigen met het idee dat als je teruggaat naar de profeet, naar de tijd van de profeet Mohammed, dat alles dan wel weer goed zal komen. Over de hele wereld, in de islamitische wereld, is eigenlijk een hele grote economische achterstand, er is een grote onderwijsachterstand, er is corruptie, er is onderdrukking, dictatoriale regimes. En aanhangers van het salafisme hebben het idee dat als je nou maar weer doet zoals het gebeurde in de tijd van de profeet Mohammed, dat het dan wel weer goed zal komen. Nou, daarbinnen heb je dan verschillende ideeën van hoe zou je dat moeten doen? Zou je dat heel quietistisch moeten doen? Dat je afwacht, want de profeet Mohammed zal uiteindelijk zelf wel weer ingrijpen en dan ervoor zorgen dat die ideale toestand op aarde zal plaatsvinden. Moet je dat via de politiek doen? Dat je zegt, nou, ook, hoewel democratie niet thuis hoort in de islam, zou je dat toch eerst via het winnen van de stemmen moeten proberen te bewerkstelligen. Zoals bijvoorbeeld in Algerije is gebeurd in 1991, toen kwamen de salafisten aan de macht via verkiezingen. En dat is natuurlijk het wrange voor heel veel salafisten, dat je het democratisch spel meespeelt, maar dan wordt er ingegrepen. En in het geval van Algerije is eigenlijk degene die dat wilde was Frankrijk, want die was doodsbang dat als salafisme aan de macht zou komen, dat het dan een theocratische, fundamentalistische staat zou worden. Tussendoor, salafisme is eigenlijk het moderne woord voor wat wij vroeger altijd fundamentalisme noemden. Maar fundamentalisme is zo'n containerbegrip dat men dacht dat je daar niet meer mee kon werken. Maar salafisme is tegenwoordig eigenlijk hetzelfde. Het is ook een containerbegrip, want binnen salafisme heb je dus die quietistische salafisten, je hebt die politieke salafisten, maar je hebt bijvoorbeeld ook die jihadi salafisten. Die zeggen van nee, je moet dat helemaal niet via politieke middelen doen, maar je moet dat met geweld doen. Je moet de jihad voeren, want het is tenslotte wat de profeet Mohammed ook zelf deed, hè? Die jihad voeren. En zij interpreteren jihad dan als een vorm van gewelddadige oorlogvoering. Terwijl als je naar de orthodoxe moslimgeleerden kijkt, dan zie je dat jihad eigenlijk letterlijk wordt genomen als de inspanning die je in jezelf moet leveren tegen elke kwade aanvechting die opwelt en die je zou kunnen verleiden om slechte dingen te doen. Nou, dus je ziet dat binnen dat salafisme een hele grote verscheidenheid bestaat. En dat is dan wel weer het aardige, dat als je een aantal ayo's hebt die op verschillende regio's werken, dat je ziet dat die salafisten allemaal in feite een eigen vorm van islam creëren, die onder de grote kapstok, onder de grote paraplu van salafisme wordt benoemd, maar die in feite over heel verschillende vormen van islam gaat. En waardoor wij in het Westen het idee hebben van dat is heel bedreigend. Het wordt in de media altijd gepresenteerd als een monolithisch uniform geheel. Maar je ziet dat in de praktijk
zou je kunnen zeggen, het is helemaal niet uniform, het is helemaal niet monolithisch. Het zijn vaak hele kleine groepen die polycentrisch over de hele islamitische wereld verspreid zijn.